tussen de studie marketing en tussen waar mensen uiteindelijk terechtkomen in de marketing, daar zit echt een gapend gat aan ervaring. En wat we toen hebben gedaan is een programma eigenlijk gecreëerd, een traineeship, waarin de studenten in een hele korte tijd heel veel ervaring opdoen aan de hand van praktijkopdrachten. Echt het eerste traineeship ooit wat 100% online is, met echt volledige digitale begeleiding. Daar upload je alle opdrachten die je maakt en dan ga je samen met je klasgenoten tegelijkertijd gewoon elkaars vragen beantwoorden, feedback geven op elkaars werk. En daar zitten ook de coaches in. En de coaches doen datzelfde. En dan hebben we ook één keer in de week een coaches call. Dat is tegelijkertijd met je hele klas. En dan ga je ook de opdrachten bespreken, de week bespreken en eventueel de vragen bespreken. We behandelen eigenlijk de hele kaart, het hele spectrum van online marketing. In de breedte alles. En dat zorgt ervoor dat mensen in hele korte tijd eigenlijk bijna net zoveel ervaring opdoen als dat bijvoorbeeld een junior SEO specialist ergens in een bedrijf in die 3 jaar doet. En dan kan jij zelf vervolgens gaan kiezen, wat vind ik leuk? Ik vind SEO leuk, ik vind SEA leuk, ik vind Analytics, Tag Manager. Oriënteer je nou heel breed op al die onderwerpen. Ga dan bepalen wat je leuk vindt. Dan ga je vervolgens ergens in specialiseren als je dat leuk vindt. Maar je kunt ook al geen generalist blijven en Channel Manager of Project Manager worden. Een marketingstudie is meegenomen, maar is niet nodig. Of je nou MBO, HBO, WO geschoold bent, als jij heel graag wilt, dan ga je dit echt sowieso echt super vet vinden. Voor junior marketeers die ergens in-house zitten, die meer ervaring willen opdoen. Eigenlijk is het heel breed toepasbaar voor iedereen die liefde heeft voor marketing.